Nou, super, super, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Nou, ik doe het leuk even los. Dan is er meer, ja, meer licht. Zo, licht in de duisternis. Als allereerste, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En het is, denk ik, 17 juli 2021 alweer. En ik ben net wakker, zoals jullie wel zien. Ik zie er echt niet uit. En het is 8:15. Oh, sorry. Nou, waarom ben ik zo vroeg wakker? Nu? Nou, ik heb de wekker om 8:30 gezet. Maar ik was al eerder wakker. Ik bedoel, 8:15. Nou, net was ik wakker. Precies net wakker. Omdat... Ik ga met mijn moeder naar Enschede winkelen vandaag. Nou, winkelen, niet echt heel erg veel winkelen, want ik heb genoeg kleding. Ja, vrouwen. Meisjes, vrouwen hebben veel kleding, weet je wel. Maar ik heb deze keer niks nodig. Maar ik heb wel iets nodig. Ik heb BH's nodig. Ik ga nieuwe BH's shoppen, want ik heb... Zeg maar, BH's van mij, zeg maar. Ja, zit wel goed, maar... Ja, eigenlijk niet. De maat zit wel goed. Maar de BH zelf is al vaak gedragen. En ik heb hem nu 2 jaar of zo. En op een gegeven moment wordt het echt heel slap. En zo, die bandjes gaan uitrekken en ja... Dus de BH gaat niet meer zo heel goed zitten. Oh, oh my god. Ik ben geluiden. Dus ik ga vandaag BH shoppen. In Enschede. En gezellig winkeltjes kijken. Maar wij gaan niet naar Hunkemöller of naar Nivera of zo. Wij gaan naar de Tenkatenwinkel. Want ik vind die BH's best wel fijn. Want bij Hunkemöller heb ik heel vaak gehad dat ze verkeerd opmeten of ik krijg te grote BH. Dat moet ik dus echt niet hebben. Ik weet welke maat ik heb. Ik heb 75B en 70C. Heb ik dat goed? Ja, 75B of 70C. Dus die twee maten kan ik aan. Dus daar ga ik op zoek. En ik wil het liefst een groene BH. Een lichtgroene voor de zomer. En een roze. Een lichte roze of zo. En verder ga ik gewoon even kijken wat ze allemaal hebben. Daar is een BH-tocht. En gezellig op terras en dat soort dingen zitten. Zo ziet mijn schema eruit vandaag. Maar ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ik ga zo meteen als allereerste... Even rustig wakker worden nu. Even kijken wat ik aangetrekken. Want het wordt vandaag echt super lekker weer. 25, 26 graden. Dus dan doe ik wel een jurkje of een rokje of zo aan. Nou, we gaan trouwens op de fiets naar Enschede. Dus ik ga niet zo'n heel wijd rokje of jurkje aandoen. Want anders gaat het zo omhoog waaien, weet je wel. En dat is super irritant. Dat moet je niet hebben. Dan zit je in je onderbroek op de fiets. Is wel goed, maar voor de mannen niet. Ik bedoel, niet prettig, een beetje gênant. Zo. Oh ja, ik heb trouwens deze nachtgehemd aan van de Primark met stipjes. Ja, groen met witte stippen. Zo. Dat heb ik vandaag trouwens aan. Oh nee, ik bedoel vannacht. Zo, dit is mijn kledingkast. Even kijken, wat ga ik aandoen? In ieder geval geen trui of zo. Ja, ik heb echt superveel. Mini flinkjurkje. Nou, dat is niet alles. Aan deze kant heb ik zeg maar mijn korte broekjes.
En rokjes. En ik wil graag deze aandoen. Dit leuke rokje. Ga ik denk aandoen. En hier heb ik de t-shirts. En hier ook alles van Levi's. En dit is met Tommy Hilfiger en zo. En dan heb ik hier nog lange mouwshirts. Hier ook. Hier topjes. Dit is mijn tuinbroek. Die kan ik eigenlijk ook wel aandoen. Dit zijn mijn driekwart broeken. Lange broeken, zeg maar. En werkbroeken. Werkkleding, schoenen. Dus dit is de schoenenkant. Dit is de broekkant. Dit is de t-shirtkant. En dit is de rokjes en crossbroekkant. Als je nou twijfelt, zou ik nou die tuinbroek aandoen? De korte tuinbroek? Of dat leuke geblokte rokje? Ik laat jullie even zien. En dan moeten jullie in de reacties zetten wat jij het leukst vindt van mij. Dus ja, ik ga gewoon een outfit uitkiezen. Twee outfits. En dan moeten jullie zeggen in de reactie wat jullie leuk vindt. De linker of de rechterkant. Dus oh. Outfit nummer 1. Dit leuke shirt van de LTB jeans. Kinder, van de kinderafdeling. En deze maat 176. Ik heb meestal maat 170, 176 XSS. Maar dit leuke gestreepte shirt is oranje, wit. Het lijkt een beetje op beeld, een beetje andere kleur. Die ga ik dus onder de tuinbroek doen. Als ik die aan ga doen. Deze heb ik heel lang niet aan gehad. Dus dat vind ik wel leuk om een keer aan te doen. Maar als tweede outfit heb ik dit leuke topje. Ik weet niet meer. Oh ja, die is van Jurk. De winkel heet Jurk. En weet je wat ik zo leuk vind aan dit topje? Want hier heb je van die leuke oranjes, zeg maar. Om de kraag. Ook om de oksel. Zo zit van de leuke. En dan heb je hier laatst ook nog een leuke. Ja. Dus ja. En het rokje van Nick en ik. Even kijken wat maat het is. Ook maat 176. Nick en ik. Ik vind hem echt super leuk. Zet in de reactie welke outfit jij het leukst vindt. Outfit nummer 2. Het rokje met het topje. Voor fietsen en naar de stad gaan natuurlijk. Voor het mooie weer. En outfit nummer 1. Dit leuke tuinbroekje. Ik denk, ik weet niet wat handig is om aan te trekken. Ik ga gewoon even kijken wat leuk is daar. Zou ik het shirt in doen of eruit? Nou, ik heb me net klaargemaakt. Ik heb een mooie voorstatieke gedaan. Dat is warm weer wat. Normaal doe ik altijd een knot of zo, maar dat past niet bij deze outfit. Ik zou dat wel kunnen bij dat rokje. Die doe ik morgen aan op zondag. En ik heb dit tuinbroek. Deze tuinbroek heel mooi langs. Deze tuinbroek dus aan. Dus tuinbroek heb ik dus aan. Heb ik voor gekozen. En daarbij doe ik welke schoenen. Kijk, hier kan ik gewoon de hele dag op lopen in de stad. Dus die doe ik gewoon aan. Want ik vind het niet leuk om sneakers hierbij aan te trekken. Sneakers bedoel ik, krimpen. Dus dan doe ik deze mooi aan. Nou, ik ga even kijken voor een scrunchie wat hier bij deze outfit past. Als ik nog een scrunchie heb, anders haal ik er nog wel een bij of zo. Dat is een hele oude. Deze is wel leuk, een zilveren scrunchie erbij. Of deze zwarte, want dat past wel bij mijn outfit. Want ik heb hier zeg maar bij de rand heb ik LTB en dat is zwart. Dus dat is wel leuk dat ik dan een zwarte scrunchie erbij ga doen. Ja, ik denk dat ik voor zwart ga. Past het beste bij mijn outfit. Ja, deze. Goedemorgen. Hi. Nou,
Nina is nou aan het eten. Die heb ik net uitgelaten. En Suus die gaat nou zo'n te uitlaten als Nina klaar is met eten. En gaat haar eten geven. En Suusje. Suus. Deze kleine is net uit geweest. Nou eten gegeven. Even kijken wat ze gaat eten. Want ze is nog maar 10 weekjes oud vandaag. Hè? 10 weekjes. En ik ben nou koffie en thee aan het zetten. Want mijn moeder komt zo ook uit bed. Dus gezellig even samen koffie en thee drinken met mijn bonusvader en mijn moeder. Dus ja. En even lekker even kijken. Broodjes. Oh. Oh ja, deze broodjes nog wel. En crackers. Ik vind deze crackers echt zo lekker altijd. Dus die neem ik denk ik. En schudden. Nu bij de diner. Ja, is goed. Ja, doe maar. Oh, opletten. Ja, mensen fietsen hier zo van de poort naar. Of niet per se. Ja, mama, hou eens op. Nou, we zijn nu thuis vanuit de stad van Enschede. En we hebben lekker geshopt en zo. Het is nu bijna 5:30. We hebben best wel snel over gefietst. We zijn even denk 4:45 weggefietst. En nu heb ik de hondjes even buiten gelaten. Want Suusje die moet plasje en zo doen. En poepje en dat soort dingen moet ze doen. Als we haar eruit halen, dan moet ze er direct uit. En direct naar buiten. Maar ik ben goed geslaagd voor de BH's en ik heb nog een jasje gehaald. Maar daar heb ik echt niet veel gehaald. Dus ik laat straks wel even zien wat ik allemaal heb gehaald. En ik heb ook nog verjaardagscadeautjes gehaald. Want vrijdag heb ik een verjaardagsfeestje, dus daar heb ik een verjaardagscadeautjes gehaald. Kijk, dat wel lief. Dat is mooi. Het is ook warm. Hè, Suusje? Lekker warm. Suus. Kijk. Nu zit ze even lekker op mijn schoot. Het is ook veel te warm en onder de parasol is er nog wat te doen. Anders niet. Lekker windje erbij. Hè? Ja, doe ik ook. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag alweer zondag. Ik wou net zaterdag zeggen. Maar het is alweer zondag en het is 8:45. En ik ben net wakker en ik heb mijn sportkleding aan, want ik ga zo meteen even lekker hardlopen. En straks vanmiddag laat ik jullie even zien wat ik allemaal heb gekocht gisteren in Enschede. Dus dat doe ik allemaal straks. Maar nu ga ik even water drinken en dan ga ik lekker hardlopen. Ik kan jullie helaas niet meenemen. Maar ik ga denk ik 5 kilometer beginnen, want het is super lang geleden dat ik heb hardgelopen. Want ik zit op turnen en voetbal.
En ja, het is zomerstop. Ik wou winterstop zeggen. Maar het is zomerstop. En ik wil wel even bewegen en spotten, zeg maar. Dus dan ga ik lekker even aflopen. En nu is het nog wat minder warm dan vanmiddag. Want vanmiddag was het 26 graden. Dus dan ga ik echt niet aflopen. Maar dan kan ik dat nu mooi doen. Dus ja. Maar ik wist een brakje zoeken, hè. Mooi speelgoed. Zoek, zoek. Er liggen we op de jail. Het is net 11 uur geweest en ik was, ik denk 9:30 was ik weer eens hardlopen. En ik was 10:30 alweer terug. Want ik heb niet zo hele lange ronde gedaan, want het is best wel warm vandaag. Maar ik heb lekker gehardloopt, lekker gezweet, even lekker gespot. En ik heb gisteren een maskertje opgedaan van de Lus. Die zijn echt super lekker. Dus ja, en nu ga ik lekker even douchen en zo. En straks ga ik mijn kleding even zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik bedoel kleding, niet zo veel, maar wat ik allemaal heb gekocht. Dus ja, maar ik ga eerst even lekker douchen en zo. En dan zie ik jullie zo meteen. Nou, net klaar met douchen en ik heb deze outfit voor vandaag aan. Dit leuke groene topje met dit rokje van de Nick en ik. Hij is echt super leuk, vind ik zelf. Maar ik denk dat ik een andere BH aan ga doen. Want die BH schijnt nogal door. Dus ja, maar nu laat ik jullie mijn shoplog zien, dus wil ik even zien. Oh, heb ik hem nu goed? Ja. Nou, ik heb gisteren dus geshopt. Ik heb gisteren dus gezellig geshopt in Enschede. Ik had zelf niet zo heel veel nodig. Ik had wel BH's nodig. Er was echt tijd dat ik nieuwe BH's nodig had. Want de BH's die ik had waren een beetje versleten. Een beetje uitgerekt, weet je wel. Op een gegeven moment gebeurt dat bij BH's. En bij ondergoed en zo, weet je wel. Maar ondergoed had ik laatst allemaal gekocht. Vorige maand of zo, dat scheelt dan wel weer. Maar de BH's die ik had, had ik al 2 jaar of 3 jaar of zo. Dus zo lang doe ik er wel mee. Dus ik had echt nieuwe nodig. Bij de Ten Katenwinkel in Enschede, outlet winkeltje. Zitten ook wel in meerdere plaatsen of meerdere ja, steden, zeg maar. Wou ik net zeggen. Maar ik laat eerst even zien wat ik weet. Ten Katen heb gekocht. Ik zet het allemaal wel in de beschrijving waar ik alles heb gekocht en zo. Dus kunnen jullie het gewoon zien en zo. Ik vind deze BH's zelfs heel fijn. Want deze BH's hebben beugels. En ik vind wel belangrijk dat je goede BH's hebt. En beugel BH's, zeg maar. Eerder kocht ik mijn BH's altijd bij de Hunkemuller. Maar daar koop ik ze echt niet meer. Want bij de Hunkemuller gaan ze niet goed opmeten en zo. En heb ik altijd te grote BH's of te klein, weet je wel. Ze doen het gewoon niet goed daar. Maar ik vind Hunkemuller gewoon niet fijn. Als jullie het fijn vinden, oké. Maar ik ben niet echt van Hunkemuller, zeg maar. Wel van de Livera of van de Ken Katenwinkel dus. Ik kan het ze niet zo goed uitspreken. Maar ik vind deze beugel BH's echt super fijn. Dit is een blauwe trouwens. Deze was afgeprijsd van €7,50. Eerst kostte die €25. Dit is een mooie blauwe. En trouwens, je kan daar ook ondergoed bij kopen. Maar ik vind die ondergoed ook wel fijn. Maar in de was verkleurt die heel snel, die ondergoed. Dus die heb ik niet gehaald. Deze heb ik dus gehaald. En ik heb nog één dezelfde gehaald en dan in een andere kleur. En die was wel wat duurder. Die was wel gewoon €24. Een mooi roze. Knalroze. Ook allemaal beugel BH's. En hier zit een leuk printje. Vind ik ook echt leuk. En dan heb ik er nog één. In het rood. En die kost ook €24. En dan heb ik nog een zwarte. Maar was zeg maar 2 plus 1 gratis. Dus ik had er eigenlijk 1 gratis.
En ik vind de zwarte ook altijd wel leuk. Maar deze kleurtjes vind ik altijd wel leuk voor de zomer. Je had ook wel in het groen en in wit en in het zalmachtig huidskleur bedoel ik. Hadden ze deze kleur, ik bedoel deze BH's ook in het huidskleur. En in het, wat zei ik, in het zalm en in het wit. Maar ik vind deze kleurtjes wel leuk. En wit wat gauw faal, dus daarom heb ik niet voor wit gekozen. Nou, voor 4 BH's was ik €55,40 kwijt. Dat scheelt echt superveel geld. Dus ik ben er weer blij mee. Ik kan weer mooi mee verder met deze mooie BH's. Is het 4? Ja, 4 zijn dit, hè. En dan gaan we verder naar de volgende winkel. Even kijken hoe de volgende winkel is. De Only. En daar zag ik een echt superleuk jasje. Ik had het eigenlijk niet nodig. Maar ik dacht zo van, en mijn moeder dacht zo van, hij is super goedkoop. En hij is gewoon leuk voor de winter en voor de zomer. Dat is zo'n leren jasje, zeg maar, achter. Een bruine, lichte bruin. En het is echt wel van dat leerstof. En hij heeft van die zakjes hier. Ik doe hem soms wel even aan. Kijk, ik doe hem wel even aan voor jullie. Kijk, dit is hem. Maar natuurlijk, ik doe hem niet hierbij aan. Ik doe hem bij een spijkerbroek of zo aan. Of bij een grijze broek of een witte of zo. En ik vind hem echt super stoer. Ik heb deze ook in het grijs zelf. En welke kleur heb ik nog meer? Ja, in het grijs alleen. En dat is maat 34. Hij was €50 en hij is naar €25 gegaan. Dus ik ben er super blij mee. Hij zit echt super lekker ook. Lekker stofje. Nou, normaal heb ik altijd maat 36. Maar ik had echt geluk dat dit jasje echt goed zat. En sommige jasjes vallen gewoon anders uit en zo. Dus daar heb ik geluk mee. Nou, ik heb nog een jasje gekocht. Een leren jasje. Een zwarte. Maar die had ik vorige week al gekocht bij Van Uffelen. Want mijn andere leren jasje is kapot gegaan. Dus dan had ik wel een nieuwe nodig. En deze was ook in de sale. Ik heb gewoon geluk, jongens en meisjes. Maar deze was wel wat duurder dan het andere jasje. Die ik liet zien. En deze is trouwens van de Villa. Even kijken. Gewoon een zwart leren jasje. En deze heb ik wel in maat M gedaan. Dan kan ik in de winter ook nog aan met een dikke trui of zo. Want ik draag zwart meestal in de winter. Want ik vind zwart mijn winterkleur. Maar ja, ieder voor zich. Ik vind zwart meer mooi voor de winter. Maar ja, dat heb ik net al gezegd. Bla bla bla. Dit leren jasje kostte eerst €50 en ging 30% korting af. 50, 40, 30. Had ik hem van €30. Oh nee, dezelfde prijs als dat andere jasje. Nee, klopt niet. Deze was €50 en geen 30% korting vanaf. Dan is het 50, 40. Ja, had ik hem wel voor €30. Klopt wel, ja. Ja, ik ben soms echt niet goed in rekenen. Rekenen is echt mijn slechtste vak ever van school. Mijn laagste vak. Oh. Nou, zwart die past gewoon overal bij. Gewoon handig. Zwart past bij wit, bij spijkerstof, bij alle kleuren. Dus zwart is echt super handig. En ik hou gewoon van zwart ook. Alleen in de winter doe ik deze dan aan. Gaan we naar de volgende producten. Deze keer geen items. Maar producten. Kijken, die grenzen. Kijken wat ik weer die grenzen ook weer heb gekocht. Die heb ik al gehad. Oh, hier heb ik tas. Bij die grenzen heb ik Esprit Parfum gekocht. Nou, jullie weten niet hoe die eruit ziet. Maar dit is de 20 ml en die kost gewoon €3. Het is gewoon leuk om cadeautjes bij die grenzen te halen, parfum.
je hebt gewoon allerlei merken voor heel weinig. En dat vind ik altijd wel leuk. En je kan daar gewoon leuke cadeautjes scoren voor verjaardagen en zo. Maar ja. Maar ik zet het even in beeld hoe die eruit ziet. Maar deze kost dus 3 euro. En ja, het is voor een verjaardagscadeautje. Want ik heb volgende week vrijdag een verjaardag. Oh nee, deze vrijdag al. Zaterdag heb ik verjaardag van mijn opa. En vrijdag heb ik verjaardag van een vriendin. Dus ja. En ik heb ook nog wat gekocht bij de H&M. Sokken. Ook voor een verjaardagscadeautje. 2 euro kostte die. Van 3 euro naar 2 euro. Ik vind ze echt super leuk met die milkshakes. En ik vind het altijd wel leuk om een cadeaupakketje te maken. En dat ga ik nou ook doen voor haar. Dus dat vind ik wel leuk. En zij houdt gewoon van roze. En ja, kost gewoon weinig. En dan kan je gewoon voor weinig heel veel dingetjes halen. Vooral voor een verjaardag. Dat vind ik wel leuk. En dan ben ik nog bij de HEMA geweest. Bij de HEMA heb ik een leuke mok gehaald van Blond Amsterdam. Blond Amsterdam is gewoon super leuk. Dat is ook voor een verjaardag. Voor dat meisje. Heb ik ook voor het verjaardag gehaald. En staat rock. Rock en roll op. Even kijken wat erop staat. You Rock Me World. En deze die kostte 5 euro. En normaal kost die 15 euro. Zo mok. Ja, normaal is Blond Amsterdam echt super duur. Echt niet normaal. Wat ze ervoor vragen. Maar ja, het is wel gewoon leuk. Blond Amsterdam. Dus die moet ik straks nog even inpakken en zo. Ja, dat heb ik dus allemaal gekocht. Ja, dit was het volgens mij. Ja. Dit was mijn mini-shoplog. Wat ga ik nu nog verder doen? Mijn haar moet nog opdrogen. Ik heb dus gedoucht. En mijn bed moet ik even opruimen. Netjes maken. En ja, dit allemaal opruimen. Want morgen ga ik weer naar mijn vader toe. Mijn vader die heeft 3 weken vakantie gehad. En die tijd was ik lekker bij mijn moeder. Daar was ik ook wel blij mee. Vooral met de puppy. Met Suus. Want dat was ook wel fijn voor Suus en Nina. Dat ze aan elkaar kunnen wennen. En ik aan de puppy kan wennen. En de puppy aan mij. En aan mijn moeder. En aan mijn bonusvader. Dus ja. En ik vind het wel jammer dat ik naar mijn vader moet morgen. Maar ja, vooral om de puppy. Maar ik ga elke dag na werk ga ik even met haar wandelen. En of fietsen of zo met het mandje achterop. Dat gaan we trouwens vanavond ook even doen. Ik bedoel vanmiddag. Dus ja. Maar eerst ga ik even deze zooi opruimen op mijn slaapkamer. Dreaming, I can fly to anywhere.
Nou, deze doe ik aan. Deze zijn wat spotten. Dus die doe ik in mijn spotschoenen. Dat is wel handig. En ja. En dit moet nog even sorteren en zo. Want ik moet even kijken wat BH's naar mijn vader aandoe. Want bij mijn vader heb ik volgens mij ook nog wel wat liggen. Ik denk dat ik er dan één meeneem, die rode. En de rest laat ik hier. En dan kan ik even kijken wat ik bij mijn vader aan doe. Want volgende week kom ik weer hier. Want ik ben om de week bij mijn vader, om de week bij mijn moeder. Dus dan is het wel handig dat ik een beetje verdeel en zo. En ik heb ook nog allemaal kleren bij mijn vader. Dus dat komt wel goed. Dat hoef ik allemaal niet mee te nemen. En voor de rest even kijken. En is dit ook weer. Oh ja, dat is die riem die ik laatst heb gekocht. Bij de bio. Zo'n witte riem. Want ik had de witte riem nodig. Ja. Ik weet het allemaal. Het is allemaal veel wat ik allemaal koop. Maar af en toe mag je zelf even wennen. En ik werk ervoor. Dus. Nou. Lekker waterijsje. En het is nu trouwens bijna 1 uur. Zometeen ga ik de hond uitlaten. Nu even lekker genieten van het raketje. Nou, het is ondertussen alweer maandag en ik was 7:10 al uit bed. Rustig wakker worden is, 5 minuutjes. Dus, 15 minuten. Ik bedoel, 15, ja. Ik was over 7, dat wou ik zeggen. Heb ik me even rustig klaargemaakt en zo. Susje uitgelaten, Nina is gisteren al opgehaald. Dus ja. En volgens mij moet Susje een poepje doen. Of plasje. Moet jij plasje doen, dan moet je naar buiten. Nee, ga niet bijten aan mijn kleding. Zit ze bijten aan mijn schoenen, aan mijn kleding. Foei. Foei. Oh, Max Verstappen is gekeken. Niet normaal. Oh my god, die stom Hamilton weer. Die ging vol op tegen hem aan. Was echt crash, zeg maar. De eerste ronde al. Verschrikkelijk. Maar gelukkig gaat het goed met Max. En ik hoop dat hij de andere race allemaal wel wint. En dat ze gewoon opletten. Hamilton moest gewoon opletten, zeg maar, wat hij deed. En dat heeft hij niet gedaan. En dan crashte die Max. Ja. Maar wat ga ik vandaag doen? De hele dag werken. 9 tot 6. Ik kom weer. Oh nee. Ja, 9 tot 6. En ik moet alle restanten allemaal nakijken op de maandag. En ja, de vakken bijvullen en zo. En dan moet ik naar het magazijn. En dan moet ik daar allemaal dingen pakken. En dan moet ik dat weer in de vakken vullen. Dus ja. Zo ziet mijn planning eruit. En op de dinsdag komt de vraag. Meestal in leverancier. Dus ja. Zo zie je mijn planning eruit. Ik wil er niet zo heel veel doen. Werken, ja. En. Ja. Ik hoop dat jullie gewoon deze video leuk vonden. Ik ga deze video afsluiten. Zo ja, klik blauw duimpje omhoog. En die gaan we net zeker doen. Tot de volgende video. Doei doei.